De vraag of je kapitaalinkomen economisch verantwoord kunt belasten, hangt af van de vraag welk vermogen je eigenlijk gaat belasten. En daar kunnen we onderscheiden tussen, laten we zeggen, het simpele sparen voor een leuk vakantiehuis later of voor een dure auto. En het sparen voor uw latere pensioen. Het ligt er namelijk maar aan waar dat kapitaalinkomen vandaan komt, waar het vermogen dat kapitaalinkomen oplevert voor bestemd is. En hier maken economen een duidelijk onderscheid tussen de functie van het vermogen. En ik kan het heel simpel toelichten dat wanneer u spaart voor uw toekomstige pensioen, dat het heel zinvol kan zijn om in de loon- en inkomstenbelasting die besparingen te ontzien en te wachten tot die uitkeringen uitmonden in pensioenuitkeringen. We hebben dan een heel concreet doel waarvoor de belastingheffing rustig terug mag treden. Maar wanneer u spaart of een gigantisch vermogen hebt voor wat dan ook, voor aardige dingen, vakantiehuizen, dure auto's, Ferraris, Maseratis, dan is het zeer de vraag waarom wij in de belastingheffing daarvoor terug zouden moeten treden. Met andere woorden, als we dat doen, krijg je een systeemvervuiling in onze hele inkomstenbelasting door bepaalde opbrengsten, door bepaalde voordelen te ontzien, terwijl je andere voordelen zoals arbeidsinkomen bikkelhard belast. Dat kan niet, dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook, wat ik al zei, systeemvervuilend. Maar daarnaast moet u zich realiseren dat het tarief van 30% in werkelijkheid niet 30% is. Dat is degressief. Hoe meer rendement u maakt in werkelijkheid, hoe lager uw eigenlijke, uw effectieve tarief. Verliezen die u maakt zijn niet aftrekbaar. Dat behoort in een draagkrachtheffing wel het geval te zijn. En zo zijn er een aantal aspecten die zowel, bijvoorbeeld het 4% tarief, waar mensen eigenlijk nu van zeggen veel te hoog gelet op de huidige economische situatie, dat alles bij elkaar maakt dat het in werkelijkheid een vervuiling is en ook in ons fiscale systeem een vervuiling bewerkt. Zijn er geen bezwaren in administratieve zin dat het te veel werk is? Als u kapitaalinkomen gewoon zou willen belasten als arbeidsinkomen, zoals winstinkomen, dan valt moeilijk in te zien waarom dat administratief bezwaarlijk zou zijn. Vergelijkt u zelf bijvoorbeeld maar als vermogensbezitter met de kruidenier op de hoek, dan zie je dat de kruidenier op de hoek gevraagd wordt om van ieder pak zaken wat hij verkoopt een exacte winstberekening bij te houden. En de vraag rijst dan waarom een vermogensbezitter dat niet zou kunnen doen. Te meer waar die normaal een accountmanager heeft die dat voor hem doet. En daaraan nog toegevoegd het feit dat het grootste gedeelte van het vermogen bij 10% of 15% van de gezinshuishoudens zit. Dus die kunnen zich wel een accountmanager veroorloven. Welke beleidsveranderingen zijn noodzakelijk? Wanneer je zou willen overgaan, en zou moeten overgaan naar mijn smaak ook, van de huidige, ogenschijnlijk simpele box 3 systeem naar een reële belastingheffing, dan zou ik beginnen met onroerende zaken, om daar het inkomen reëel van te meten. Vervolgens door te schuiven naar de normale portfoliobeleggingen, aandelen, obligaties. Meet het inkomen daarvan reëel. En de tweede stap is dan om vervolgens het 30% tarief, wat overigens niet echt een 30% tarief is, te laten opschuiven in de richting van het tabeltarief, wat we ook in box 1 hebben. En wat op dit moment 52% aan de top bedraagt, maar wat vermoedelijk geleidelijk in de tijd ook zal zakken naar 50, 45. En dan denk ik dat we een goede ontwikkeling hebben om ook qua tarief uniformiteit te krijgen voor alle inkomensbestanddelen.